Beste ondernemers, vandaag vieren we de Dag van de Ondernemer, jullie dag. En in een normaal jaar breng ik altijd op de Dag van de Ondernemer een bezoek aan een referentiebedrijf in onze stad of in onze streek. Maar jammer genoeg is dit coronajaar geen normaal jaar, zeker niet voor jullie, voor ondernemers. Het is een lastig, een moeilijk jaar met heel veel obstakels. Bedrijven die moesten sluiten, die moeten gesloten blijven. Bedrijven die weliswaar open mogen, maar heel sterk hun werking moeten aanpassen. Allemaal moeilijk om te ondernemen zoals voorheen het geval was. Maar daarvoor wil ik jullie danken. Jullie bedanken voor jullie moed om door te zetten, om vol te houden. Voor jullie inspanningen die jullie leveren om de coronacrisis ook in jullie bedrijf en in jullie omgeving de baas te kunnen. Ik wil jullie danken voor jullie drang naar vernieuwing, naar innovatie, voor jullie ondernemerszin. Ik wil jullie met andere woorden bedanken om veerkrachtig te blijven, ook na de crisis, want dan slaan we er ons allemaal samen door. Bedankt en heel veel succes.